Nou, dat laatste stuk is me bijgebleven. Terug van Dokkum. Dan heb je wel de wind mee en de rug. En dan kom je weer terug in Bartholiem. En dan moet je linksaf naar Leeuwarden. Nou, iedereen is dan al moe. Ik was al ontzettend vaak gevallen. In een scheuren gelopen, gereden. En ondersteboven gekiepeld. En het laatste stuk... ik moest en zou bij Leeuwarden aankomen. En het werd later en later. En donker. Het was hartstikke donker. En ik denk... Voor je uitkijken, voortdurend omvallen en proberen. Je ziet ook geen scheuren meer. En ik hoor hem omheen al gekreten om je heen in de donker. Vloeken, kuttering, zoden, de rottigheid, god, verdomme. Zo, ja, die ding. En wat me het meeste sinister is, schaatsen. Hopen en bidden dat je niet valt. En die tijd loopt door. Het was al 11:30. En naast mij... In sneeuwranden of op de dek, ik heb geen idee, maar hoorde ik mensen kruipen en steunen. Ik denk dat het schaatsers waren die niet meer overeind konden komen, wanhopen of en proberen toch vooruit te komen en dan misschien ergens al vastzoeken. En nou ja, de goede mens in je die wil dan helpen, maar ik denk, ben zo dat ik moet zorgen dat ik op de bonkvaart aankom. En ik hou niet vragen, er wordt sowieso al weinig gesproken, werd alleen maar gevloekt. Het bleek na het rand, mijn ene oog was bevroren. Nou, dan zie je, ga je heel wazig zien. Pas later ga je wat voelen, maar een traan, maar het werd heel wazig. Je ziet dus ook veel minder dan. En je ziet een beetje een rare wereld om je heen. En het curieuze hier, het schiet me nou te binnen, is dat de allereerste 85, die heb ik gereden. En zo'n uur dan moest ik steeds van het ijs af om te vragen aan mensen... of ik hun telefoon mocht gebruiken, want de mobiele telefoon bestond nog niet. Dus ik ben een aantal keren van het ijs afgegaan, ben mensen binnen gegaan langs de route om naar de krant te bellen en verslag te doen van... Ja, en iemand op de krant, hier heb ik er een stukje van gebruikt.